komt altijd stevig. Vlaar tegen de paal, wat een schot. En wat een venijn en wat een inzicht van Vlaar om hier je kans te voelen. Hij sloop naar voren en hij kwam en hij knalde. Ron Vlaar. En Suárez kreeg hem nu op zijn zij. En Babovic werd geraakt. En Blom sust Bahia. Bahia die de laatste weken wel een opgewonden standje is. Daar gaat hij. En dan geeft hij hem terug. Ja, daar heeft Bahia nog gelijk in. Dat het op de velden niet kan. De Zeeuw. Tegen de paal daar. En Pantelis schiet hem over. Eén keer aangetikt door Suárez. Paal hier. En Pantelis krijgt de kans daarna. Daar komt de Zeeuw. Maar hier is Van Dijk toch geklopt tussen de benen. Dat is een doelpunt waarbij je altijd gelijk naar de klok kijkt en denkt, wat een moment om zo vlak voor rust toch je ruimte in de wedstrijd te pakken. Een tegenvaller voor Feyenoord. Een overtreding van Babovic en Bom die het heeft gezien en die rood geeft. Ook dat nog voor Feyenoord. Babovic torpedeert Vertonghen. Zelf geraakt in het begin van de wedstrijd door een klapje van Suárez. En hier nadrukkelijk bezig om het gezicht te treffen van Vertonghen. En voor Blom is er dan geen twijfel. Pantelic. Emanuelsson. Emanuelsson. Zorgt gewoon voor het opbergen van allerlei discussies. Want hij is er weer. Wat is dit de man van de laatste, in ieder geval 8 dagen. Want wat schiet hij ze er lekker in. Boom. Bij AZ. In Dordrecht. In de arena. Erwin Emanuelsson. 2-0 in deze wedstrijd. Kans Ajax, doelpunt Ajax. Het is niet te weerstaan, de overmacht. Van der Wiel loopt door. Pantelis geeft, dus ook Van der Wiel pakt zijn kans en scoort. Suárez. Hoofdgevangen, handig hoofdgevangen, Suárez. En daar tegen de lat. En dan vinden ze elkaar eens en dan gaat hij er niet in. Vrije trap, Feyenoord. Landsaat. Niet buitenspel. Landsaat. Mag dit ook niet eens vrij genoemd worden? En dus moet je met Feyenoord niet spotten dat daarvan getuigt de Amsterdammer Landsaat in Feyenoordse dienst. Verdienstelijke vrije trap. En een uitgekiende lop. McLaren. En zit daar ook niet Frank Arnezen naast. Inderdaad. En zit daar ook niet Koeman. Potverdorie, van alles en nog wat. Charles Zwart zelfs ook. Dus Zwart, McLaren, Arnezen. En Koeman. En zij zien. De Zeeuw. Ja. Dit is kinderlijk eenvoudig. Maar ja, er is ook zoveel ruimte. Hij wil hem nog wel even opzij geven. Maar denkt bij zichzelf, ja, waarom eigenlijk?
richting Suárez. Suárez. Geel. Voor. Rood voor Van Dijk. En die jonge keeper, die geblesseerd was in het begin, die de Excelsior wel aardig werk deed. En die nu dan toch de goal in moet. Om in de 90ste minuut een strafschop van Suárez te zien gaan. Daar ziet hij hem dus ook alleen maar gaan. Het is er weer een, het is er alsnog een van Suárez. Het is 5-1 voor Ajax. Feyenoord moet de wonden likken. En het zijn nogal wat verwondingen. En in Amsterdam weet men dat men meegaat met Twente en PSV als de top 3 van Nederland.